Hey, goedemorgen. Welkom bij Auto Siro. U heeft een Skoda Octavia gevonden. U ziet mij in beeld waarom. Ik wil graag even het een en ander toelichten over de auto waar ik hem gekocht heb, het schadeverleden, et cetera. Komt-ie. Dit is namelijk de 1.4 TSI met een 150 pk sterke benzinemotor en een automaat. Je ziet zoveel in de 1 liter. Dit is de 1.4, een stuk beter. Je ziet hier het nieuwe kenteken waarom ik heb deze auto gekocht in Duitsland. Leaseplan Duitsland, dus de volledige onderhoudshistorie heb ik gewoon ter inzage. Vaak krijgen ze een laatste beurt niet, zo ook deze. Heeft eigenlijk bij 60.000 km een onderhoudsbeurt nodig. Nou, die gaan wij uitvoeren. Verder, ja, dat mag natuurlijk ook met 60.000 kilometer. Mijn auto is echt helemaal feilloos. Geen krasje, geen deukje, helemaal niets. Hij lijkt wel nieuw. Banden voor worden minder. We staan op 4 all-season banden. Voor zouden we 2 nieuwe opdoen. Mocht je het mooi vinden, zouden we de ramen nog kunnen tinten achter. Dat maakt hem iets sportiever misschien. Kost 300 euro. Dus daarvoor hoef je het niet te laten. En dit is de reden dat veel mensen voor de Skoda kiezen. Kijk, hele mooie, ruime, diepe kofferbak zoals je ziet. Bagage afdekhoes, die zal nog in het poetshok liggen. Die moet er uiteraard bij komen. Gaan we even naar binnen, want daar is hij echt heel modern geworden. 4 elektrische ramen uiteraard, elektrische spiegels, ook verwarmd. De cruise control zit er uiteraard op. De rijlaanbewaking heeft hij ook. En moet je eens kijken. Het lijkt wel een iPad die erin zit. Groot scherm. 60.000 kilometer. Prachtig natuurlijk om mee te beginnen. De stoelverwarming. En de 7 traps automatische versnellingsbak. Achterin. De Isofix bekleding. Voor de eventuele kinderstoel. Ook echt helemaal onbeschadigd. Daar kan het niet aan liggen. Auto is echt volledig schadevrij. Tijdens een veiling heb ik een schadeverleden ook inzichtelijk. Hebben ze meer dan 1000 euro gehad, koop ik het sowieso niet. Deze heeft nooit iets meegemaakt. Heeft alleen een beurtje dus bij 30 gehad. Moet nu dus de grote beurt hebben. Die doen wij. Evenals 2 nieuwe banden en de nieuwe APK-keuring. Poetsen van binnen en buiten. En we rekenen daar 495 euro voor. Nou, dat mag, dat moet niet. Bent u vrij in. Kan ik alleen maar van harte aanraden. Wat wil ik verder vertellen? Duitsland dus, maar volledige historie is bekend. Inruilen, dat doen we hartstikke graag. Dan mag je even wat fotootjes sturen via WhatsApp of via de e-mail. Dan reageren we daar heel snel op. Dan krijg je een goed voorstel. Zeg je van jongens, dat spreekt aan. Dan kunnen wij eventueel de auto vooraf rij klaarmaken. Dat je onder voorbouw van een proefrit de auto gaat aanschaffen. Op het moment dat hij dan rijklaar is, komt u naar Krachtenburg toe. Gaat u een rondje rijden, bekijkt u hem helemaal. Is hij zoals ik heb gezegd, dan kunt u hem afnemen, kunt u hem direct meenemen en betalen. Zeg je van, goh, hij valt me op de een of andere manier toch tegen, wat absoluut niet gaat gebeuren, maar goed, kan. Dan zit u nergens aan vast en dan kunt u gewoon van de koop afzien. Inruil doen we dus heel graag. Het is een BTW-auto, dus zakelijk ook nog interessant. 2018, 60.000 kilometer, prachtig om mee te beginnen en echt de moeite waard, rijdt super. Ik zou zeggen, kom eens langs, wilt u liever dat we bij u komen, willen we er wel graag financieel uit zijn qua inruil, et cetera. Maar dan komen we bij u. Voor nu, dank voor de aandacht en heel graag tot ziens. Groeten, hoi.